zat Wim Liebaert zelf aan de montageknoppen, maar wou bij VTM zijn eigen boontjes doppen. Hij potte er een moestuin neer en was al snel met hark en schop in de weer. Deze bruggeling doet zijn volk moestuinieren. Als sympathieke buschauffeur heeft hij hoffelijke manieren. Zijn Columbus reed richting verschillende landen. Al te vaak deed hij zijn gasten op een andere locatie stranden. Voor de herdenkingen rond Wereldoorlog 1 was Wim Obroek in de Westhoek op de been. Met zijn accordeon bracht hij een ode bij de ter nagedachtenis. Zelfs Gerrit Kallewaard en Frankie Loosveld vonden het niet mis. De acteur kreeg al heel wat mooie titels vanuit de culturele hoek. En elke avond leest hij een stevig bakboek. Als wereldster is het bijna niet te geloven. Hij stationeert sinds jaar en dag in Bavikhoven. Krant van West-Vlaanderen, leef met je mee.